allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie, want ik ga me klaarmaken voor mijn vakantie. Wij gaan vrijdag, het is vandaag dinsdag of zo, wij gaan vrijdag op vakantie. We gaan naar Zeeland en het is iets anders van waar we eerst naartoe gingen. We zouden naar Mauritius gaan, maar het is dus uiteindelijk Zeeland geworden door corona natuurlijk. Maar ik heb er alsnog super veel zin in, want het wordt gewoon heel erg lekker weer. Dus ik moet me daar even voor voorbereiden, want ik heb eigenlijk niet meer zoveel bikinis. Dus die moet ik gaan shoppen. Ik wil opnieuw mijn nagels laten zetten en ik ga jullie gewoon meenemen. Dus heb je zin in deze video, geef dan vast een dikke duim omhoog en laten we maar gewoon beginnen. Mijn moeder en ik zitten in de auto, want we zijn onderweg naar Utrecht. Daar gaan we zeker shoppen. Utrecht is echt mijn favoriete stad om te shoppen. En ze hebben alle leuke winkels, Urban Outfitters, So Cute, Brandy Melville, echt van alles. Dus dat gaat zeker goed komen, denk ik. En we zijn er al bijna, het is nog 17 minuten rijden of zo. We zijn er en we zitten even bij Five Guys om een hapje te eten. Tenminste ik. Mijn moeder die is bezig met een sapjeskuur. Ook voor voorbereiding op de vakantie. Ze zit hier. Maar ik heb in ieder geval wel een burger besteld. Dit is natuurlijk niet echt mijn voorbereiding op de vakantie. Dus niet echt bikini bodyproof, maar dat maakt niet. Lekker! Smaakt ie? Ja. Ik ben jaloers. We zijn klaar met eten en we gaan nu lekker shoppen. Ik sta bijna aan H&M en ik heb deze hele leuke bikinis gevonden. Ik ben dus eigenlijk echt voor bikinis aan het kijken. Ik heb deze witte en deze zwarte. Ik ga ze wel even passen. Dit is de eerste bikini. Het is een witte en ik vind hem echt super leuk. Hij staat gewoon echt heel goed. Ik vind het topje mooi. Het broekje ook. Dus ja. Dan heb ik deze zwarte bikini top. Hier moet ik nog even een broekje bij zoeken. Maar de top is in ieder geval zeker geslaagd. H&M heeft echt goede bikinis op het moment. Ik was net in de Hunkemuller, maar daar hadden ze niks. Daar hadden ze alleen een soort sale rack, maar dat was een beetje chaotisch. Dus we gaan naar de Hollister. Ik sta in de Hollister en ik heb als eerste deze felgroene bikini. Ik voel me een beetje een kikker, maar ik vind hem wel leuk op zich. Ik had niet verwacht dat ik hem leuk zou vinden. En dan heb ik ook deze versie. Zelfde kleur, ander topje en ander broekje. Ook wel leuk. Je ziet trouwens heel erg mijn tenline. En dan heb ik nog deze blauwe top. Alleen deze zit iets te strak voor mijn gevoel. Dus, en deze had het niet meer in een klein maat. Dus ik doe gewoon denk ik de groene. Ik sta nu in een pashokje in de Urban Outfitters. Ik ga deze bikini passen. Dat zal vast wel niet beneden zijn. Het is altijd zo lelijk licht. Ik ging net dus die bikini passen en die paste gewoon niet. Alles viel er ook wel uit, maar ja, het was gewoon geen succes. Dus dat is jammer, maar ik ga hier verder kijken in de winkel. Ik vind dit broekje echt super leuk, maar ze hebben mijn maat niet. Ik kom net alweer thuis van een heel dagje shoppen met mijn moeder dus. Het is bijna 5:30 al, maar ik wil jullie nog even mijn bikinis laten zien. Alleen heb ik best wel gewoon een fout gemaakt, want heel veel plekken hadden gewoon geen bikinis meer. Ik ben een beetje laat, het is nu begin augustus, dus ja, heel veel mensen zijn natuurlijk al op vakantie geweest. Maar heel veel bikinis hadden ze dus niet in mijn maat. Heel veel winkels hadden nauwelijks bikinis, maar ik heb er toch 3 leuke gevonden en ik zal ze even laten zien. Als eerste was ik naar de H&M en daar vond ik eigenlijk al gelijk 2 hele leuke bikinis. Namelijk gewoon een witte en een zwarte. Ik zal ze even laten zien. Dit hebben jullie al gezien, maar ik dacht ik laat gewoon even nog alles zien wat ik uiteindelijk heb gehaald. Dus deze witte met een high-waisted broekje. Ik heb eigenlijk best wel veel high-waisted broekjes. Ik vind het gewoon lekker zitten en het zit gewoon mooi. Dus deze zijn gewoon wit. Best wel gevaarlijk, maar ik vind wit altijd wel gewoon mooi. En dan heb ik nog gewoon een zwarte. Dit simpele zwarte broekje. Gewoon heel fijn. En dan zo'n topje. En deze is niet hetzelfde als die andere, want deze heeft zo'n halternek. Maar het is gewoon, ja, het is best wel een mooie kwaliteit. Ik was best wel verrast dat ze zo goed paste. Ik vond ze echt heel erg leuk. Dus dat is heel erg leuk. Deze zijn van de H&M dus. En dan heb ik er nog eentje bij de Hollister gekocht. En ja, jullie zien het al. Neon. Ik had echt nooit verwacht dat ik een neon zou kopen. Maar ik vond deze bikini gewoon super leuk. Ja, bikinis is toch anders dan kleding, vind ik. Want een bikini draag je alleen in de zomer. Als eerste dit broekje. Deze is best wel klein, maar dat komt omdat ik deze gewoon aan ga doen als ik aan het zonnen ben. Want dan is zo'n high-waisted broekje, die ik trouwens ook heb, is gewoon een beetje te groot. Dus dan heb ik deze twee broekjes en daarbij een topje natuurlijk. En dat is deze felle. Deze komt dus van de Hollister. Ja, het is zo fel. Het is zo fel dat jullie het nauwelijks kunnen zien. Maar ja, superleuk. Ik denk dat jullie het al goed kunnen zien in het pashokje in ieder geval. Maar ja, dat waren dus alle bikinis. Ik had nog bij Urban Outfitters gekeken. Daar hadden ze bijna niks. Bij Subdued hadden ze bijna niks. Waar heb ik nog meer gekeken? Nog meer plekken, maar ja,
Mary Putt Day hadden ze ook bijna niks. Dus ja, gewoon verkeerde timing. Maar ik heb dus nog 3 leuke bikinis voor de vakantie. En allemaal kleurtjes. Dus dat is top. Ik wilde eigenlijk voor nog meer dingen shoppen. Alleen ga ik dat denk ik online doen, omdat ze dat niet in de winkel hadden. Namelijk een Levi's broek. Levi's broek. Geen idee hoe je het uitspreekt, ik bedenk allebei. Die wil ik heel erg graag, dus ik ga even online kijken. Het is nu de volgende dag en ik ben vandaag weer naar de stad geweest. Dit keer met een vriendin, ook gewoon voor de gezelligheid. Maar ik heb weer voor wat bikinis gekeken. En hier zijn wat clips daarvan. Ik sta in de Sting en ik heb nu deze bikini aan. Het is een beetje een bruinachtige kleur, maar ik vind het op zich wel mooi. Het topje is een beetje apart met dit ding, maar op zich is het wel leuk. En dan heb ik nu nog deze blauwe met streepjes. Deze doet me wel heel erg denken aan de zee en aan boten en zo, maar... Ik weet niet, hij past een beetje gek. Volgens mij zijn deze maten allebei te klein. Maar ik ben nu dus weer thuis en ik ga even de bikini laten zien waarvoor ik uiteindelijk ben gegaan. Ik ben namelijk bij de Sting geweest en daar ben ik nog nooit eerder geweest. Maar Jada, mijn vriendin, zei dat ze daar hele leuke bikinis hadden. En het was de enige plek met nog best wel veel bikinis. Dus ik ben even naar binnen geweest en ze hadden ook echt heel erg veel sale. Want ik heb dus een bikini gekocht. Jullie hebben hem als het goed is al gezien. Maar het is deze bikini. En hij was in totaal €15 voor dit leuke broekje. En deze kleur vind ik echt super leuk. Maar het is dus gewoon zo'n broekje. Deze is niet high-waisted of zo. Maar dit broekje, jongens, €5. Ik kon hem echt niet laten liggen daarvoor. En nog dit topje, ook heel erg leuk. Gewoon nog een leuke bikini erbij. Dus ik ben wel set voor de vakanties als het gaat om bikinis. Maar dan heb ik nog iets superleuks gekocht bij de Body Shop voor de vakantie en voor de zomer gewoon in het algemeen. En dat is een heel erg groot pakket van mijn favoriete geur bij de Body Shop. En dat is de kokosgeur. En eigenlijk wilde ik gewoon nog een body butter en een body scrub. Maar dat was totaal iets van €32. En deze box was €40. En die krijg je veel meer bij. Dus ik dacht, ik doe gewoon deze box. En dit zit er allemaal in. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Het is toch ook super leuk om als cadeau te geven. Maar kokos is echt mijn favoriete geur bij, die body shop. Je moet er wel echt van houden. Maar ja, ik hou er dus van. Ik krijg het als eerste zo'n ding. Ik weet niet precies hoe dit heet. Ja, ik ben even dat woord kwijt. Maar zo'n ding dus. En dan ook nog deze parfum. Deze super, super, ja, het is body mist. En dan heb ik nog een shower cream. En dan nog gewoon een grote body butter. Hiervoor ging ik eigenlijk, omdat mijn body butter op was. En dan heb ik ook nog een scrub, want een scrub is altijd lekker. Dit is wel de mini, maar scrub gebruik ik nooit zoveel van. Dus dat maakt niet zoveel uit. En dan heb ik hier nog een handcreme. Dat is ook heel erg fijn, want omdat we nu allemaal veel hand sanitizer gebruiken, dan worden die handen heel erg droog. Dus een handcream is altijd fijn. En dan kan je de hand sanitizer geur, want soms ruikt hij niet zo lekker, even verbergen. Maar ja, dat heb ik dus allemaal gekocht in de stad vandaag. Maar zoals ik gisteren eigenlijk al zei, wilde ik nog online shoppen. Dat heb ik gisteren niet meer gedaan, want toen had ik echt heel de dag geshopt in Utrecht. En zo, ja, het was gewoon te veel. Maar nu heb ik eerlijk gezegd wel zin om even online te gaan shoppen, dus dat ga ik doen. Ik wil echt heel erg graag een Levi's jeans uitproberen. Ik heb wel een Levi's broek, maar dat is meer een corduroy broek. Dat is niet een jeans. Dus ik ga even op de Naked site kijken. En vooral omdat ik daar zelf nu een kortingscode heb van 30%. En bij Naked verkopen ze dus ook Levi's. Het is namelijk de kortingscode NINAHOUSTON30. Jullie kunnen hem dit weekend volgens mij nog gebruiken. Maar ik ga hem nu in ieder geval gebruiken, want ik wil echt heel erg graag een Levi's broek, maar die zijn best wel duur. En met die kortingscode kan je dus 30% korting krijgen. Dit zit er nu uiteindelijk in mijn mandje. Ik heb de Ribcage Short en de Ribcage Straight Ankle Jeans. En ik heb gewoon met de code NINAHOUSTON30 €56 korting. Bijna €60 korting, dus ik ga dit bestellen. Ik heb de bestelling bij Naked geplaatst en ik ga nu nog even kijken op de Dr. Martens site. Want ik wil heel graag de helemaal witte Dr. Martens. Niet met die zwarte zon, maar gewoon echt helemaal wit. Ik zal ze even laten zien. Namelijk deze. En dan gewoon met dat zachte leer. Ik vind ze echt super tof voor onder bijvoorbeeld die nieuwe Levi's broek die ik heb besteld. Maar ja, ik ga deze dus denk bestellen. Ze hebben een maat, dus dat is fijn. Ik kijk echt al super lang naar die schoenen en ik denk er al best wel lang over na. En ik denk dat ik ze nu gewoon ga bestellen, dus dat is leuk. En dan heb ik ook nieuwe schoenen. Het zijn natuurlijk witte laarsjes, dus die zijn wel gewoon echt goed voor de zomer. Ik vind Dr. Martens ook, ik had vandaag ook met Dr. Martens aan, vind ik ook gewoon leuk voor de zomer. En die witte, ja, in de regen. Is dat een beetje risky, maar ja, ik vind ze wel gewoon super leuk. Dus ik denk dat ik, ja, ik ga het bestellen. Hey, het is nu donderdag en ik zit in de auto, want we zijn net aangekomen bij de nagelstudio. Ik ga zo meteen mijn nagels opnieuw laten doen. Ze zijn nu licht roze, maar ze zijn een beetje uitgegroeid. Dus ik ga ze opnieuw laten doen en ik ga ook een pedicure. En ik ben met mijn moeder. Mijn moeder gaat ook de nagels laten zetten. Dus ja, we hebben om 1 uur een afspraak. Dus over 3 minuten, dus we kunnen beter gaan.
Ik ben weer thuis en ik heb dus mijn nagels laten zetten. Ik heb dit kleurtje. Het is gewoon lichtroze op mijn nagels. En mijn nagels zijn ook iets korter. Ik had ze eerst best wel lang. En dat vond ik eigenlijk best wel irritant. Want ik kon mijn kettingjes niet meer omdoen en zo. Maar ik heb ze dus wat korter. En ik ben daar gewoon blij mee. Het is nu donderdag. En we gaan morgen op vakantie. Dus ik ga ook nu even mijn koffer inpakken. Ik heb heel even wat anders aan gedaan. Want het topje die ik aan had wil ik nog meenemen op vakantie. Maar ik heb op mijn bed allemaal stapeltjes gemaakt. Dit lijkt heel erg veel, maar ik denk dat ik niet al dit ga meenemen. Ik heb in ieder geval shortjes en een rokje. Hier heb ik allemaal tops. Ook wat lange mouwen. Dan heb ik hier wat jumpsuits, jurkjes. Truien natuurlijk ook, want het is niet altijd lekker weer in Nederland. En dan heb ik hier vesten, een blazer en een spijkerjasje. En dan heb ik hier nog wat lange broeken. En ik heb dit hele leuke shortje, die is ook super leuk. Maar ja, dat dus. Ik ga dit allemaal in mijn koffer doen. En dan ga ik op vakantie morgen. Ik heb er echt super veel zin in. Maar dit was eigenlijk mijn vlog alweer van klaarmaken voor vakantie. Want meer ga ik niet echt doen, behalve dit nog in mijn koffer doen. Dan ben ik eigenlijk klaar. Dus dit was dan weer de video. Als je het leuk vond, geef me zeker een dikke duim omhoog. En abonneer mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!